Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, maandag 6 september. Zondagavond is het hoogste percentage van het aantal positieven gepubliceerd op de dashboard. Dat aantal ligt nu bijna op 52%. Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling, vooral voor de zorg. Het enige dat nog gevraagd kan worden van u is om zich zo snel als mogelijk te laten vaccineren. Vandaag in het journaal. PAHO waarschuwt dat slechts 1 op de 4 mensen in Latijns-Amerika in het Caribisch gebied volledig is gevaccineerd tegen COVID-19. Moderna vaccins in Suriname zijn veilig. Is een derde vaccinatieprik noodzakelijk in Suriname? De directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, Carissa Etienne, waarschuwde dat 75% van de bevolking in Latijns-Amerika in het Caribisch gebied nog niet volledig tegen COVID-19 is gevaccineerd en meldde dat PAHO zijn inspanningen versnelt om de toegang tot vaccins in de hele regio uit te breiden. Dr. Etienne zei tijdens haar wekelijkse persconferentie dat 3/4 van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied niet volledig is gevaccineerd. Meer dan 1/3 van de landen in onze regio moet nog 20% van de bevolking inenten. En op sommige plaatsen is de vaccinatiegraad nog veel lager. Dr. Etienne zei dat er in totaal 540 miljoen doses COVID-19 vaccins moeten worden geleverd om ervoor te zorgen dat alle landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied tenminste 60% van hun bevolking kunnen bestrijken. We moeten dus de toegang tot vaccins in onze regio uitbreiden, vooral op de plaatsen die achterbleven, zei ze. As a Caribbean person, I want to add my voice to this because I am truly very concerned about what is happening in the Caribbean. The Caribbean, over many, many years, the Caribbean has been the region, the sub-region, who attained the highest coverage of vaccines. And those are routine vaccines. But what we are seeing now is one, persons totally relaxing on the public health measures, and a high level of vaccine hesitancy, where vaccines, even when they're available, that persons are not coming forward. As Ciro said, we are seeing vaccine hesitancy in healthcare workers. I want to make a special appeal to my fellow Caribbean persons to please, we have to be extremely careful. We have limited bed capacity and limited ICU capacity in our small islands. We also, in smaller islands, we have limited expertise in terms of the number of healthcare workers, the number of respiratory therapists, the number of anesthetists. And our health systems will become overwhelmed very quickly. I don't know the sources of the information that is triggering this level of vaccine hesitancy. I can tell you that they are not scientifically proven. And I want to appeal to you to listen to the sources where you have truthful, scientifically based information and evidence. Zwangeren wordt gevraagd om informatie na te lezen via de beschikbare kanalen van het ministerie van Volksgezondheid om voorzien te worden van de juiste informatie. Het beschermen van moeder en kind is in deze COVID-19-pandemie urgenter dan daarvoor. Zwangeren kunnen namelijk niet alleen worden blootgesteld aan het COVID-19-virus, maar ook hun kind als er niet preventief wordt opgetreden. Wereldwijd is men reeds gestart met het toedienen van vaccins aan zwangere vrouwen om hun gezondheid en dat van het kind te bevorderen. Ook voor de zwangeren gelden de Mohana-protocollen om de handen regelmatig te ontsmetten, drukke plekken te vermijden en onderling een minimale afstand van 1,5 meter aan te houden. Tot nu toe is het dus wereldwijd aangegeven en gebruikt door verschillende landen, onder andere Amerika, Nederland. Belangrijke landen waar wij dus naar kijken, maar ook andere landen in de wereld, is dus aangegeven dat die Moderna en die Pfizer dus veilig zijn voor de zwangeren. Niet dat die andere
niet veilig zijn, maar ze zijn eigenlijk dus nog niet vrijgegeven. Deze twee vaccins zijn vrijgegeven en wereldwijd gebruikt en veilig getest voor de zwangere. Zowel voor moeder als voor het ongeboren kind. Dus bij deze het oproep aan jullie van bescherm jezelf, bescherm je kind, bescherm je medemens, bescherm je omgeving en kom die vaccinatie halen. Ik wil wel zeggen dat die vaccinatie dus niet aangeeft dat je helemaal, dat je geen COVID kan krijgen, maar het beloop kan minder ernstig zijn. Dus de Mohana-maatregelen als mond, neuskap, handen wassen en afstand houden, dat moet wel doorgezet worden. Dat moeten jullie wel blijven behouden. Maar met die vaccinatie, dan ben je dus een stukje veiliger. En het wordt dus aangeraden dat jullie dus je laten vaccineren. Ik wil alle zwangeren in Suriname, zeker ook de zwangeren van het Vlaams Hospitaal, maar ook van andere ziekenhuizen, academisch ziekenhuis, diakonessen, RGD, medische zending, RKZ, Wanica, overal, alle zwangeren vragen om je te laten vaccineren. Ook speciaal afgezant van Nederland, Mark Sprenger, zegt dat het moderne vaccin veilig is en doet ook een oproep naar de zwangeren om zich spoedig te laten vaccineren. En ik wil alle zwangeren oproepen om zich echt te laten vaccineren. En ik snap best dat jullie soms zorgen hebben over het vaccin. Is het te snel ontwikkeld? Is het experimenteel? Ik kan jullie zeggen, er zijn al zoveel mensen gevaccineerd. In Nederland hebben we 20 miljoen prikken gezet van verschillende vaccins. Daar is niets mee gebeurd. Niemand heeft ernstige gevolgen gehad. Dus het is heel belangrijk, als jullie vragen hebben, stel ze en bespreek ze met degene op de priklocatie, met de gynaecoloog of met de zwangerschapsbegeleider. Heel belangrijk dat we jullie vragen kunnen beantwoorden. Dus ik hoop echt dat jullie gebruik maken van dit aanbod. En Moderna is in het bijzonder voor zwangeren zeer geschikt. We hebben het op een aantal plekken ook gebruikt. En nogmaals, als je vragen hebt, stel ze gewoon zodat we erover kunnen praten. En ga niet af op allerlei nieuws dat gewoon absoluut niet klopt en wat gewoon fake nieuws is. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid doet een beroep op de samenleving om de juiste bronnen op te zoeken voor de juiste informatie met betrekking tot COVID-19 en de vaccins. Laat je niet misleiden door valse informatie die via het internet wordt verspreid, maar luister eerder naar de deskundigen. Het is goed om te kijken naar de informatiebronnen. De samenleving moet goed kijken wie u informatie geeft en van waar u informatie krijgt. Wilt u niet naar minister Ramadien luisteren voor die informatie, is dat geen probleem. Luistert u naar de deskundige, dokter Frieden. Luistert u naar dokter Wattier. Luistert u naar uw huisarts. Luistert u naar de directeur van Volksgezondheid. Het zijn deskundigen, experts. En natuurlijk hebt u de open source, dat is het internet. Maar weet wat u leest. Weet waar naar u kijkt. Via verschillende nieuwskanalen in het buitenland wordt vermeld dat verschillende landen overgaan tot het toedienen van een derde prik. In Israël bijvoorbeeld is dat al in volle gang. Moet Suriname ook voorzien worden van een derde prik? Infectioloog Dr. Stefan Frieden geeft een duidelijk uitleg hieromtrent. In Israël is men veel eerder begonnen met vaccinatie. En wat men daar ziet is dat er inderdaad na een zekere tijd de bescherming van het vaccin wat minder wordt. Men hoopt door een derde vaccinatie te geven, door die verminderde bescherming weer omhoog te brengen. Maar men doet dat op zijn minst 5 maanden, 6 maanden na je tweede prik. En in Suriname zijn we nog niet zo ver. Zoals u weet zijn we in februari begonnen met vaccineren. En de mensen die in februari hun eerste prik gehad hebben, hebben de tweede prik gehad ergens in mei. Ik behoor daarbij, dus vandaar dat ik het precies weet. 4 mei heb ik mijn tweede prik gehad. Dus als wij de regels zouden volgen zoals ze in Israël zijn, dan zou pas op 4 oktober
dat is 5 maanden later, hier voor het eerst een derde prik gegeven moeten worden. Gelukkig hebben we nog wat tijd om te kijken of dat nodig is. Ja. Want in deze periode, het is ruim een maand, waarbij we meer data krijgen uit andere landen. Maar het belangrijkste is dat we beseffen, en dat wordt ook door iedereen beaamd, je moet meer focussen op het geven van iedereen desnoods zijn eerste prik, voordat je andere mensen een derde prik gaat geven. Want die derde prik geeft je wel extra bescherming, maar helemaal ongevaccineerd zijn, dan ben je echt helemaal heel erg kwetsbaar. Dus we moeten toch in deze maand echt focussen op het verhogen van de vaccinatiegraad in Suriname. En ik zou zeggen, vooral onder de kwetsbare groepen. Dus de 60-plussers en de 40-plussers met comorbiditeiten, die moeten zich echt haasten. En ik denk ook dat, zeker gezien die enorme besmettelijkheid van de Delta-variant, is het ook belangrijk dat mensen die veel met anderen in contact komen, zoals leerkrachten, die zouden inderdaad heel goed moeten nadenken wat ze de kinderen aandoen als ze straks in oktober het schoolterrein betreden, ongevaccineerd. Want dan zullen ze vrijwel zeker Delta krijgen als ze geïnfecteerd zijn. En we weten dat je met Delta ontzettend veel mensen infecteert. Dus ik denk dat het belangrijk is dat de mensen, dat bepaalde groepen of voor zichzelf of vanwege hun beroep voor anderen nu heel goed moeten nadenken over het vaccineren. De vriendengroep Himet Oom heeft onlangs ziekenhuisbedden gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Minister Amar Ramadien geeft aan dat hij heel blij is met de donatie en sprak vol lof over het voortreffelijk werk dat de vriendengroep al jaren doet voor Suriname. Verder gaf de bewindsman aan dat de donatie op de juiste tijd is gekomen als hij moet kijken naar de ontwikkelingen van het COVID-19-virus. Uiteraard wil het ministerie het niet alleen voor COVID-19-patiënten gebruiken, maar hij kan niet ontkennen dat de situatie erger aan het worden is omtrent het virus. De bewindsman wil ook een regeling treffen om de organisaties die vanuit een sociaal doeleind zaken sturen naar Suriname tegemoet te komen door de invoerrechten in te trekken. Als het gaat om nobele daden, ga je die minister daar zeker voor vinden, om donaties ten behoeve van onze gezondheidszorg en de zieke mens als ministerie ook te ondersteunen. Aldus de minister. We zijn, zoals u weet, in de stijging, in de opmars van de vierde golf. We proberen natuurlijk alles te doen om het zo beperkt mogelijk te houden. Maar we komen niet onderuit. Ziekenhuizen beginnen vol te raken. De druk op de zorg begint weer toe te nemen. Waar we zagen dat drie weken terug al de druk en op de zorg voor COVID was afgenomen. De diensten voor COVID werden al afgeschaald. Natuurlijk gingen testen door en mensen die ziek waren werden ook opgenomen. Maar we zien op dit moment dus weer die stijging. En dan komt de vereniging Himmet, vrienden van Himmet en OHM, die eigenlijk al jaren zich inzetten. Komt dan binnen met een zeer onverwachte, maar zeker aangename geste. Dat zijn ziekenhuisbedden en rollators en rolstoelen. En wij hebben het met open armen ontvangen. Uiteraard hebben we ook een beetje bijgedragen als regering in het invoerrechten vraagstuk en ook in de transport hebben we een beetje bijgedragen. Dus nogmaals, we hopen dat deze zaken wel ingezet worden, maar we hopen dat het natuurlijk niet, zoals mijn directeur het net zei, dat het voor COVID alleen ingezet zal worden. Alle ziekenhuizen, de afgelopen tijd hebben we de discussie soms gehad over particuliere en overheidsziekenhuizen. En wij hebben altijd het beleid gevoerd dat wij niet zoveel mogelijk het onderscheid niet proberen te maken tussen een particuliere en overheid. Zo hebben we bij de ambulanceoverdrachten ook gedacht aan de particuliere ziekenhuizen. Maar ook hier, het maakt niet uit, het zijn Surinamers die opgenomen worden in de ziekeninrichting. Dus ook het particuliere ziekenhuis Sint Vincentius en Diakonesse worden bedacht. En dat is een teken dat de overheid geen onderscheid maakt in de zorg, maar gewoon de streep doortrekt naar elke instelling. Ik hoop dat u met deze donatie een deel van uw behoefte is voorzien in de, sowieso de ziekenhuisbedden. En er zijn meer onderweg, zeker met de organisatie gaan wij plannen hoe de verdeling er verder is gezien. Alsjeblieft.
Ik vraag het u nogmaals, laat u zich vaccineren en ga niet in op fake news of oproepen van de zogenaamde wetenschappers op social media. Want daar alleen kunnen deze zogenaamde wetenschappers hun aandacht vinden. Volg de juiste kanalen en volg de juiste instructies van uw arts op. We gaan eruit. Tot de volgende keer.